Dan geef ik nu het woord aan de heer Lassine voor zijn vraag over de uitspraken van de minister van Infrastructuur en Waterstaat in zaken de groei van Schiphol na 2020. En de minister wordt vervangen door de staatssecretaris, die ik ook van harte welkom heet. Of sorry. Ja. De heer Lassine, namens de SP. Ik ga het vertrouwen herstellen in het ministerie. Met die woorden trad de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, in 2017 aan. En als ik nu terugkijk naar het afgelopen anderhalf jaar, kan ik maar één conclusie trekken, voorzitter. En dat is dat nog niet is gelukt. Integendeel, het vertrouwen wat er was, is nog meer geschaad en heeft een dieptepunt bereikt. Belangenverstrengeling in de commissie die de milieueffectrapportages moet beoordelen. Grote fouten van het ministerie in de stukken voor Lelystad Airport. En een record aantal klachten van omwonenden van Schiphol en regionale luchthavens. Dat is waar we nu staan. En gisteren, voorzitter, deed zij daar nog eens een schepje bovenop. Schiphol moet van haar gewoon doorgroeien na 2020. Ondanks dat het gesprek met omwonenden en belangenverenigingen nog loopt en de Kamer hierover nog een debat moet gaan voeren. En zij stelde dat Lelystad Airport open gaat, uit gaat breiden en zelfstandig mag gaan groeien, ondanks dat een Kamermeerderheid zich heeft uitgesproken tegen zelfstandige groei en opening van die luchthaven in Nederland meer werkgelegenheid gaat kosten dan het oplevert. Voorzitter, het was niet de minister van alle Nederlanders die die woorden uitsprak. Het was een VVD'er in campagnetijd die het verhaal van de luchtvaartlobby uitsprak. En dat zijn niet alleen mijn woorden. Ook de fractievoorzitter van D66 en partijgenoot van deze staatssecretaris noemde het een VVD'er in campagnetijd. Ik heb één vraag aan deze staatssecretaris. Gaat zij, als ze hier straks wegloopt, de minister opbellen, haar terugfluiten en haar oproepen om het gesprek met omwonenden van Schiphol en van Lelystad Airport voor te zetten en die mensen en die kritiek van hun serieus te nemen? Dan geef ik nu het woord aan de staatssecretaris. Dank u wel, voorzitter. Nou, voorzitter, die ene vraag is makkelijk te beantwoorden, want ik heb de minister al gesproken. Zij heeft mij verzekerd dat zij het regeerakkoord aan het uitvoeren is en dat zij daarmee alle zorgvuldige stappen die daarvoor nodig zijn zal volgen. In het regeerakkoord staat dat Schiphol zich verder mag ontwikkelen, maar dat om deze groei daadwerkelijk mogelijk te maken er wel oplossingen gevonden moeten worden voor een aantal belangrijke aandachtspunten zoals veiligheid als randvoorwaarde, milieu en overlast voor de directe omgeving. De komende periode zal gebruikt worden om het verslag van de gesprekken van de ORS binnen de ORS te bestuderen. En de minister voert uiteraard ook gesprekken met allerlei partijen en heeft een heel proces, ook met de Kamer, wat zij in alle zorgvuldigheid zal doorlopen, zowel waar het Schiphol betreft als waar het Lelystad Airport betreft. De heer Lassine. Voorzitter, ik hoor de staatssecretaris verwijzen naar het regeerakkoord. Maar we weten inmiddels allemaal dat afspraken in het regeerakkoord zo zacht als boter zijn als VVD'ers beginnen te roeptoeteren in de media. Afschaffen van dividendbelasting, hebben we gezien. Arbeidsgehandicapten onder het minimumloon betalen, hebben we ook gezien. Geen wijziging in het kinderpardon, hebben we ook gezien. Allemaal zijn die afspraken gewijzigd ten goede. En laten we nu kijken of we dit dossier ook de goede kant op kunnen krijgen. Ik hoor de staatssecretaris zeggen dat het allemaal zo zorgvuldig moet gaan. Maar zorgvuldig, voorzitter, is niet roepen in de media, terwijl hier in de Kamer en de gesprekken met omwonenden en belanghebbenden nog volop aan het gevoerd worden. Hoe kunnen we dat zorgvuldig noemen, vraag ik de staatssecretaris. En ik wil weten van deze staatssecretaris wat het debat hier in de Kamer nog waard is als de minister bij voorbaat al heeft besloten dat Schiphol moet gaan groeien en dat Lelystad Airport open moet gaan en er ook nog een zelfstandige groei moet gaan plaatsvinden. Wat zijn de debatten die wij in deze Kamer voeren dan nog waard? De staatssecretaris. Voorzitter, ik denk dat de heer Lassine juist blij mag zijn met de zorgvuldige afspraken die er in het regeerakkoord op dit punt zijn gemaakt. Waar staat dat het kabinet een nieuwe luchtvaartnota maakt? Er is ook een heel proces met uw Kamer afgesproken voor een aantal overleggen die u daar nog over heeft, ook met de minister. Een algemeen overleg vliegveiligheid, een algemeen overleg duurzame luchtvaart, een algemeen overleg luchtvaart.
Daarnaast een aantal duidelijke toezeggingen ook die de minister heeft gedaan, bijvoorbeeld op het punt van de veiligheid. Voorzitter, de minister loopt nergens op vooruit, heeft alleen aangegeven, het is mijn ambitie om het regeerakkoord uit te voeren. En ze zal dat uiteraard in heel zorgvuldig overleg moeten doen met alle partijen, zowel binnen als buiten deze Kamer, voorzitter. En dat is ook absoluut wat de minister voornemens is om te doen. De heer Lassien. Nou, voorzitter, zorgvuldigheid, dat betekent juist dat we eerst het debat voeren hier met z'n allen, dat we naar omwonenden luisteren, dat we naar belangenorganisaties luisteren, naar milieuorganisaties luisteren en dat we op basis daarvan een afweging maken wat goed is voor heel Nederland. En niet alleen voor de luchtvaartlobby en uitspraken doen in campagnetijd. Ik heb genoeg gehoord van deze staatssecretaris. Ik zal straks tijdens de regeling van werkzaamheden ook vragen om de minister hier naartoe te halen voor de verkiezingen, omdat campagnetaal uitroepen in de media heel makkelijk is, maar dan vind ik ook dat zij zich hier moet gaan verantwoorden richting de Kamer en iedereen die belang heeft in dit dossier. De staatssecretaris. De stand van zaken is, en dat weet de heer Lachine ook heel goed, dat er eerst een verzoek is gedaan aan de direct betrokken partijen binnen het Omgevingsraad Schiphol om met een advies te komen. Dat inmiddels de voorzitter bekend heeft gemaakt dat ze niet met een gezamenlijk advies zullen komen. En dat de minister dus verschillende gesprekken voert met de partijen. Dat de minister daarnaast met Schiphol in overleg is over de MER om die op een goede manier af te ronden. En nadat al deze stappen zijn afgerond, de minister de Kamer zal informeren om over het vervolg te komen tot een kabinetsbesluit. Voorzitter, waarbij groei en voorwaarden allemaal worden vastgelegd. We zitten echt nog in een heel proces. De minister is van plan om dat zorgvuldig te doen en de Kamer daar natuurlijk uitdrukkelijk in al die stappen goed in mee te nemen. Eén zin. Eén zin. Juist deze opsomming van de staatssecretaris toont des te meer aan dat de uitspraken van de minister voorbarig zijn. Een vlucht naar voren heeft ze genomen. En ik vraag haar ook om naar deze Kamer te komen om het debat met ons aan te gaan. Dank u wel. Dan ga ik nu naar mevrouw Kreuger namens GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ja, onbegrijpelijk en toch echt een schoffering voor omwonenden dat terwijl er zoveel al mis is gegaan in de inspraak rond Lelystad Airport, de gesprekken met omwonenden van Schiphol zijn geklapt, omdat Schiphol weigert eigenlijk te luisteren naar omwonenden en alleen maar extra lawaai wil maken door extra vliegbeweging. En om dan te spreken over een zorgvuldig proces. En dan wil ik toch eigenlijk van deze staatssecretaris horen hoe zij de uitspraken van de minister in de media valideert. De staatssecretaris. En voorzitter, een aantal kwalificaties laat ik aan mevrouw Kreuger. Ik zie alleen wat het proces is, wat er gelopen is, dat er in eerste instantie de direct betrokken partijen binnen de Omgevingsraad Schiphol hebben geprobeerd gezamenlijk tot een advies te komen. En dat dat niet gelukt is. En dat de minister dan zegt, dan ga ik op dit moment verschillende gesprekken voeren met de betrokken partijen. Dat lijkt mij het beste wat ze op dat moment kan doen. En verder heeft de minister zegt eigenlijk, ik heb de ambitie om het regeerakkoord uit te voeren met alle, afhankelijk van welke kant van de Kamer je zit, plussen en minnen die er in die afspraken staan. Want die gaan echt niet alleen over groei, die gaan ook heel nadrukkelijk over randvoorwaarden voor groei. Nou, de minister voert die gesprekken met ook de partijen in de omgeving, voert die gesprekken uitgebreid met uw Kamer, een heel lijstje aan algemeen overleggen wat er is. Er is nog een plenair debat ook gepland, voorzitter. Dus het lijkt mij belangrijk om gewoon zorgvuldig dat proces af te ronden. En dat is ook wat de minister voornemens is om te doen. Tweede vraag, mevrouw Kreuger. Dank u wel, voorzitter. Nou, vandaag staat hier een staatssecretaris die gelukkig heel veel weet over de echte oplossing, namelijk de internationale trein. En is deze staatssecretaris het dan niet met GroenLinks eens dat we gewoon vol moeten inzetten op internationale treinen binnen Europa als vervanging voor vluchten? En dan is die hele groei van Schiphol of de openstelling van Lelystad Airport helemaal niet nodig. Nou, voorzitter, dat is misschien. Mevrouw Kreug en ik weten heel goed dat wij samen een passie voor de internationale trein delen en daar ook hard aan werken. Of daarmee alle problemen voor Schiphol en Lelystad meteen aan de horizon verdwijnen. Maar het gaat over voorzitter, Schiphol. Dat gaat misschien wat te ver. Ja. Maar wij delen dat we de internationale trein heel belangrijk vinden. Okay. En daar werken we ook in gezamenlijkheid hard aan om die te realiseren. Mevrouw Van Brink, namens 50+. Ja, voorzitter, de uitspraken van de minister lijken heel stellig. En bijna een schoffering van deze Kamer. Gaan we nou nog een oprecht debat hebben in deze Kamer en 50+ hoopt dat dan ook de quickscan die net gestuurd is naar de Kamer over Schiphol in zee, dat dan ook een reële kans krijgt. En het lijkt nu alsof dat al afgeserveerd is. En ik zou dat heel graag van de staatssecretaris willen horen in hoeverre de minister de quickscan dan ook echt serieus een kans geeft.
De staatssecretaris. Voorzitter, de minister wil een reëel debat voeren met de Kamer op basis van de afspraken die in het regeerakkoord zijn gemaakt en de uitwerking die zij daaraan heeft gegeven. Door de Kamer is ook om die quickscan gevraagd, dus daar zult u uiteraard gewoon goed met de minister over te spreken komen. De heer Varaan, namens de Partij voor de Dieren. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik heb een vraag aan de staatssecretaris. Begaat de minister in het publieke debat eigenlijk niet de doodzonde om nu al te spreken over alleen maar groeiscenario's, wat ze gedaan heeft, terwijl het helemaal nog niet duidelijk is of er wel gegroeid kan worden? Sterker nog, binnen de grenzen van klimaat, leefbaarheid en veiligheid, het wel eens zo zou kunnen zijn dat we moeten krimpen met de luchtvaart. Dus dat Schiphol helemaal niet groeit, dat Lelystad dicht blijft. En door wat de minister doet in het publieke debat, voor te sturen op groei, campagne misschien, ja, wellicht, maar goed, het is wel gezegd, ja, is dat niet een politieke doodzonde? Nee, voorzitter, kijk, het houvast wat ik hier heb is wat er in het regeerakkoord over staat. En daar staat dat er met een heleboel randvoorwaarden ook enige ruimte is als aan die randvoorwaarden wordt voldaan. En wat ik nu de minister hoor zeggen is, ik ben van plan om het mogelijk te maken binnen die randvoorwaarden. Voorzitter, en daarmee is de minister bezig om de afspraken zoals die in het regeerakkoord staan mogelijk te maken. Wat nog niet makkelijk zal zijn, want er zijn hele strenge randvoorwaarden gesteld. En het zal nog best een puzzel worden om dat bij elkaar te brengen. De heer Gijs van Dijk namens de PvdA. Dankjewel, voorzitter. Zie je hier de uitvoering van perfect Haagse rel. De minister gooit maandagochtend via de Volkskrant een steen in de vijver. Oppositie vraagt, wat is er aan de hand? We hebben vragenuurtje, die komt er ook nog doorheen. En we hebben nu de staatssecretaris die zegt, oh nee, rustig aan. En die leest het regeerakkoord voor. En volgens de coalitie die wel via de media reageert, maar uiteindelijk blijft zitten. Ja. Dit is de typische Haagse rel. Ah, de heer Pattelotte voelt zich uitgenodigd. De vraag is... En de vraag is dus, ja, zullen we even over deze Haagse rel heen stappen? Want daar hebben we er veel te veel van. Mensen hebben daar last van. De luchtvaartsector heeft er last van. En dan vraagt de staatssecretaris om vooral het gesprek weer te voeren met de omwonenden. Want als we iets nodig hebben, ja, is het draagvlak voor luchtvaart in Nederland. De staatssecretaris. Voorzitter, ik ben heel blij met deze vraag. Want ik denk inderdaad dat het gesprek ontzettend belangrijk is. Er is een situatie ontstaan waarbij dat de Omgevingsraad Schiphol en niet tot een eenduidig advies heeft kunnen komen. En dat betekent dus dat er echt nadere gesprekken nodig zijn. En de minister is ook echt van plan om dat te doen. Gesprekken met al die betrokken partijen, dus gesprekken met de Kamer. En dat lijkt mij ook de enige juiste weg, voorzitter. De heer Pattelotte namens D66. En niet reageren op de heer Gijs van Dijk, want hij is al weg. Dat zou ik niet doen, voorzitter. Ik viel van mijn stoel toen ik gisterochtend het interview las. En dat kwam eigenlijk vooral omdat het woord veiligheid geen enkele keer in het interview voorkwam. We hebben afgelopen jaar 3 bijna botsingen in de lucht gehad bij Schiphol. Weer 2 debatten als Kamer gevoerd erover. Eén keer scheelde het 1,5 seconde voordat een Boeing 737 in botsing kwam met een ander vliegtuig in de lucht bij een doorstart. Ja. En daarom heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook gezegd, over groei kan je pas praten als de veiligheidsrisico's rond Schiphol zijn aangepakt. Dus mijn vraag aan het kabinet zal dan ook zijn. Vorig jaar heeft de minister toegezegd dat eerst alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden geëvalueerd en met de Kamer besproken voordat wij een stap naar groei kunnen zetten. Dus mijn vraag is, staat het kabinet nog steeds achter deze toezegging? En bent u ook bereid om een brief te sturen aan de Kamer over hoe deze evaluatie in zijn werk gaat gaan nog voor het AO Vliegveiligheid in april? De staatssecretaris. Voorzitter, op het punt van de timing zal ik de wens in ieder geval doorgeleiden. Maar het is denk ik heel helder. Veiligheid is randvoorwaardelijk. En de toezegging zoals die is gedaan, namelijk dat de Kamer een evaluatie ontvangt van de implementatie van de aanbevelingen van de OVV voordat tot groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol kan worden overgegaan, staat. En ik zal het verzoek dus om een brief daarover voor de gevraagde datum te sturen overbrengen aan de minister. Dank u wel. Dan zijn we nu toegekomen aan de laatste vraag.